Zorg dat je luistert. Zorg dat je luistert. You wait. Kijk met me mee, hoe ik chill, hoe ik leef. Elke dag of elke week. Een vlog voor je face op YouTube of FB. FB, abonneer jezelf en like mijn page. This is Grimms. Yo, what's up? Doe even zachtjes, man. Ik ga de intro doen van mijn vlog en je blaast gewoon. We zijn nu bezig met de oefening voor aanstaande woensdag. Dus dit wordt waarschijnlijk gewoon één vlog die doorgaat. We zijn in Den Haag, natuurlijk. Den Haag is de mooiste stad van de wereld. In ieder geval, ik check jullie zo. We gaan even oefenen. Misschien laat ik nog een paar shots zien. Dave is aanwezig. Onze DJ Ewald is aanwezig. A.K.A. Junior Curtis in the back. Ik ben on top of the world, bitch, I was my girl. Je ladies got it all twisted, net a scroll. En als ik de wereld voor je kon kopen, dan deed ik dat over. En een fest, denk ik echt. Ik heb die video als ik richting haar ga. Ik ruik haar parfum nog zelfs als ze niet naast me staat. She's perfect, vanilla candy Murphy. Juist, precies zo. Nou, staat strakker, toch? Ja, man. Dus we zijn net klaar met oefenen. In de tussentijd neem ik eventjes mijn vlog op. Dus je weet toch? Nou, in ieder geval, we hebben net geoefend. Hartstikke dope. En we zijn nu net klaar. Even een sigaretje roken en dan gaan we weer richting Rotterdam. En dan woensdag is het zover. Den Haag FM, Dave, Rishi, Grimms, je weet what's up. Hoe laat was live. Het? 17:30. 17:30 mensen. Haka, wat doe je hier? Haka, even choppen man. Was jouw idee? Yo, ja man, sowieso broodje bakkeljauw. Van waarom? Dit is de best. Ja? Sowieso. Je bent in heel Nederland ben je gewoon geweest. Ja man, allemaal van man. Henkie. En van hun is de best. Ik zeg je nog steeds ja man. Ja? Ja. Welkom bij de nieuwe documentaire. We zijn er, in de city. Ja, we gaan weer naar. Ja, je moet gewoon rustig, niet aan die lens zitten. Wat doe jij, man? In ieder geval, Dave kijkt de hele tijd schil. Hij wist niet waar hij moest kijken. We zijn nu op Den Haag Centraal. We gaan weer naar Ossel. Jij gaat ook gewoon metro pakken, toch? Want die gaat ook wel Leidsveen. Waldo. Lekker zo'n Starbucks. Zou er wel in gaan, hè? Nou, we gaan even naar binnen. Je ziet er wel fly uit. Licht is wel echt boom vandaag. Gewoon, je moet focussen op hier. Ja, ik leg Dave even uit hoe hij in de lens moet kijken en alles. We zijn nu onderweg. Mijn batterij is leeg, zijn batterij is leeg. Het is nu 9 uur voor mij dan. Het is nu 11 uur bijna. Zo, fuck, 11 uur. We zeggen dat we tot 9 gingen oefenen. Het is allemaal jouw schuld. Nou, we zijn weer dus aangekomen in Rotterdam. Het regent gewoon hier. En ja man, het was weer een leuke dag. Aga all day. Een hele goede avond. We zijn inmiddels bij de volgende dag. Iemand is vlees aan het kappen, maar haar ziet er niet uit. Althans, ik heb geen gel erin, niks, weet je wel. Sommige mensen hun haar zit fresh, want ja, die worden altijd geknipt en zo bij mij, weet je wel. Maar dat geeft niet. Maar we hebben hier dus een man die doks aan het kappen is. Ja, kleine blokjes, lekker stof en allemaal. Ja? Want jij bent specialist, hè? Hierin. Soms wel. Maar wat haal je dan precies weg? Dan kunnen de kijkers dus even zien wat je wel moet weghalen en wat je niet moet weghalen. Sowieso moet je die vlees alleen houden. Dit weggooien. Okay. Er zit geen vlees aan, niks. Okay. En een kleine stukje snijden. Ja? Veel mensen willen eigenlijk ook die bot hebben, zodat ze daarop kunnen kluiven. Maar dat is niet lekker, hè? Vinden wij niet lekker? Ja, ik vind dat niet lekker, andere mensen vinden dat wel lekker. Dus stik je van. Smaken verschil uit. Weet ik hoe dat heet. Ja, nee, je hebt goed gedaan. Ik valt drie keer twisten. Ja, zuiver. Nou, we zijn bij het kookprogramma van Junior Army. 24 Kitchen. Oké, en dan de goeie gaan dus hierin. Ja. En de slechte gaan hierin. Kijk, ik haal het bot weg. Hou je zo weg, gewoon pakken even, een botje. En daar laten we je. Ben je nooit bang dat je je vingers eraf trapt dan? Nee. Hoe lang doe je dit al? Hoe lang ben je al slager? Ik weet niet, ik doe het best wel lang. Ja? Nou, en hier hebben wij dus. Moet je toch zeggen, jij bent toch kok? Groente. De machine kusje geven mij. De machine kusje geven mij. Oké, maar is Michelle mooi? Ja. Vind je haar echt mooi? Ja. Ben je verliefd op haar? Ja. Ja, dus je gaat haar kusje geven? Ja. Ga je met haar trouwen ook? Ja. Serieus? Ja. Wat zeg jij? En hand in hand lopen en zo? Ja. Echt? Ja. En mama vindt dat goed? Ja. Ja? Nou, laten we even naar mama vragen. Mama zegt nee hoor. Nou, in ieder geval, Junior Alwin en ik hebben de docs gemaakt. En ja, check. Zo ziet het eruit. Ja man, lekker. Deze zaterdag. Ja jongens, dit is toch leven? Docs jongen. Nou, in ieder geval een hele goede middag. Het is nu woensdag. En wat gaan wij dus doen op deze woensdag? Los van dat ik met die selfie stick in mijn hand loop. Wij gaan vandaag naar Den Haag FM. Live. Dus, gewoon twee nummers doen. Ja? Yes. Of ik vertel nog niet welke. Dat gaan jullie zien. Nee, nee, je kan het gewoon vertellen. Want dit komt toch later uit. Het is een verrassing ding om. Nou, maar in ieder geval, we gaan dus twee nummers live doen. Dit is de eerste keer dat Dave Rishi
live op de radio zijn pokoes gaat doen. En het is natuurlijk hartstikke leuk altijd. Yes, man. Kijk hoe gespannen die nigger is. Die nigger is gespannen. Ik ben rustig, mensen. Ik ben in de meditatieruimte, jullie weten niks. En op een gegeven moment word je gebeld. Dan staat Junior Abby ineens ook hier zo. En die zegt, ja, nou dan zet ik jullie wel met de auto. Ik zeg, nou geen probleem, weet je. Een hele goede middag, jongen. Ballon, ballon, hey. Zijn once again zijn we er weer gewoon in de mooiste stad van de wereld. Eigenlijk officieel zijn we in Ypenburg, maar het is gewoon Den Haag. Dus we gaan naar binnen, het is koud, ik wil een sigaret roken, maar we gaan nu even snelle Jelle. Ja, blijf een mooi gebouw, blijf een mooi gezicht natuurlijk. Hè. Maar we gaan naar Den Haag en we gaan niet naar TV West. We hebben aangebeld, maar... Yes, ja, we zijn welkom. Dankjewel. Yes, ik heb hem. Got it. Een hele goede middag. Jordi is alweer lekker welkom. Bezig. Ja, nee, geen probleem joh, we wachten wel hier joh. Ja, ik heb eerst groen voor jullie. Oh ja, super. Alsjeblieft. Yes, yes, yes. Willen jullie wat drinken? Ja, doe maar gewoon een theetje joh. Ja, of mij ook maar een theetje. Het is zo koud buiten dat het niet... Oh, jullie hebben nu ook gewoon van niks een afdeling hier zo. Ja, dat ben ik. Oh, oké, de laatste keer dat ik hier was, was dat er nog niet, weet je. Nee, klopt. Dit is sinds, eind vorig jaar een beetje... Ja, dat vind ik wel dat je ons moet pluggen natuurlijk daar. Ik ben al 8 keer van X geweest en nog nooit uitgenodigd voor je interview. Vind ik wel jammer. Ja, vind ik jammer. Altijd een super zondag dingen, maar vind het wel jammer hoor. Nee, volgende week kom ik hier langs. Ja, nee, geen probleem. Dan doen we dat gelijk. Dit is vastgelegd hè, is dat niet gelijk ook in de vlog hè? Je bent gewoon gelijk in de vlog. Officieel. Ja, het is officieel. Dus je hebt het gezien? Nou, ik ga het wel even vastleggen, dat is wel mooi. Ja, elke keer als ik hier kom verandert het, weet je wel. Dus van X is hier ook. The sound of the city, the sound of the city, met DJ, en dan je naam? Sander. DJ Haags Kwartiertje, met Pepper Krims en David Ricci, ze zijn hier al in de studio, luister even op. Yay! De avondradio. Nou, in ieder geval, we zijn er weer lekker gezellig. Ik zie alleen maar hartjes, sowieso liefde. Zorg dat je luistert. Zorg dat je luistert. You wait. Wat is een vlog nou precies? Ja, vlog officieel. Als je aan het vloggen bent, moet je dus dagelijks iets uitbrengen. Dus iets van je leven vastleggen. Je bent aan het werk, je bent aan het douchen, noem het maar op. Weet je wel dat het een dagelijks iets is. Dus eigenlijk ben ik een YouTuber en geen vlogger. Omdat ik 1 keer in de week een vlog online gooi. Dus als je vlogt, moet je elke dag. Ja, dan moet dan elke dag. Want ja, je maakt dan elke dag wat mee. Maar ja, sommige dagen heb je gewoon geen fuck te doen. En dan denk je van ja, wat moet ik nou gaan filmen dan? Hoe ik op de bank zit. Of hoe ik van... Houston. Ja, dat is een echte vlogger. Enzo Knol. Dat zijn echte die dan dagelijks daarmee bezig zijn. Maar ja, voor mij is het gewoon, weet je, voor de kijkers dat ze kunnen zien hoe ik in de studio bezig ben. Ja, dat is leuk om te zien, man. Dus ik pak dan, wekelijks pak ik dan alles. En dan heb ik wel een langere vlog. Maar dan is het wel 1 keer in de week. Heb je minder druk. Dat je elke dag moet gaan vloggen. Mag je niet zeggen, ik ben vlogger als je 1 keer in de week vlogt dan? Nee, dan ben je YouTuber. Dan ben je YouTuber. Ja. Raar hè? Ja, dan ben je YouTuber. Regels, hè? Ja, dan ben je dus een YouTuber. Maar dat is het dus. Nou, wij gaan nu vertrekken. En we gaan eerst nog een sigaret roken, dat is hartstikke belangrijk. Helemaal uitgeput. Zo lijkt het alsof je in mijn auto zit. We zijn dus klaar. En we zijn buiten adem. We hebben gered. Maar jij rookt niet eens, kerel. Hoe ben jij buiten adem? Ja, gewoon redden. Slechte conditie steeds. Zo, een hele goede morgen, middag. Morgen, het is koude vroeg, we gaan een video schieten. Nou, we zijn dus in Water is Veld. Niemand wil op de vlog. Dat doet gewoon pijn, man. Nou, in ieder geval, het gaat weer hartstikke lekker hier. Mijn stem is weg en ik heb keelpijn. Maar we hebben een dope video. Dit zal veel later verschijnen op het kanaal. De andere vlogs van winter en kerst en zo, die ga ik waarschijnlijk niet meer pushen of droppen. Omdat ja, het heeft te lang geduurd. Heel misschien als ik niks te doen heb en ik heb het een beetje rustig, laat maar zeggen, zal ik die online gooien. Als je dit kijkt, is dus de video al uit van Anieuw Paraag. En ja, dan moet je je gewoon abonneren op mijn kanaal. Het is onder mijn kanaal natuurlijk uitgekomen. Dit is Krims, dus abonneer je, want er komen heel veel dope dingen aan. Heel veel dope video's. En ik denk dat ik verder gewoon, ik heb niet kunnen filmen echt tijdens de shoot. Maar je ziet het, hier ben ik nog... Het is eigenlijk raar om mensen dit te vertellen. Ik ben nu nog eigenlijk bezig met de video. Althans, hij is al gerenderd en er staat al een voor jullie is hij al uit, weet je. Maar voor mezelf moet ik hem nu nog renderen. En ik moet hem dan nog, uploaden op YouTube. En dan staat hij dus echt online. Nou, hij zal morgen dus verschijnen. Vandaag is het dus 13 februari en morgen is natuurlijk 14 februari Valentijnsdag. En het is een... ik heb echt keelpijn, man. Nou, het is natuurlijk een Valentijnsrelease en het is een dope track, Terebin. Dus ga hem checken.
En ja, wat gaan we doen? We gaan gewoon afsluiten, joh. Ik wacht nu op Dave. Ik ben hartstikke ziek. Ik moet nog gaan douchen. Check alles wat op het kanaal staat. Er komen alleen maar dope dingen aan. Dope video's komen eraan. Vond je dit nou een dope vlog? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je op het kanaal. En je weet wat je moet doen, man. Kijk met me mee hoe ik chill, hoe ik leef. Elke dag of elke week. Een vlog voor je face op YouTube of FB. FB, abonneer jezelf en like mijn page. This is Crimson.